Mijn Garmin 810 gaat al 5 jaar mee en het was tijd voor een nieuwe batterij. In deze video toon ik hoe ik deze heb vervangen. Oké, laten we eraan beginnen. Op de achterkant van het toestel vind je 6 kleine schroefjes en daarvoor heb je een Torx T5 nodig. Dat is echt een mini schroefkopje en dat vind je alleen maar in de gespecialiseerde reparatiekits. Wat je straks ook nog nodig hebt is een rambomes, deze plastic tool of een gelijkaardig voorwerp, een veiligheidsspeldje en natuurlijk ook een nieuwe batterij. De nieuwe batterij, ik heb deze genomen van een alternatief merk of aftermarket setje zoals ze dat mooi zeggen. Deze was vreemd genoeg gemakkelijker te verkrijgen dan de originele Garmin batterij. De 6 vijsjes zijn los en nu kunnen we ook het scherm eraf nemen. Het ging super vlot. De platte kabel die het scherm met het toestel verbindt is ook direct losgekomen. Op zich natuurlijk geen probleem, want je moet hem sowieso losmaken, maar normaal gezien moet je dit doen met zo'n plastic toeltje. Hier zitten dan ook weer 2 Torx schroefjes die losgemaakt moeten worden. Je hoort de GPS opnieuw opstarten, dat is normaal. Hij gaat dat ook nog eens doen als ik het scherm terug aankoppel. Het is niet echt een manier om dit te vermijden, maar je kan best de GPS gewoon terug afzetten. Met een veiligheidsspeldje haal ik nu de display naar boven en zo geraak ik in het compartiment waar de batterij zich bevindt. Dit kan je best voorzichtig opheffen. En dan is het tijd voor het rambomes. Een beetje wrikken aan alle kanten. Wel voorzichtig dat je de behuizing niet breekt, maar ga gewoon rondom de batterij om deze dan uiteindelijk los te peuteren. Op de oude batterij ligt een plakkende folie, die gaan we hergebruiken. Deze folie gaat er vrij vlot af, ook al heb ik hem niet helemaal netjes gekregen. Maar goed, en achteraf gezien leek het me eigenlijk beter om eerst de oude batterij los te koppelen, dan de folie eraf te nemen, op de nieuwe batterij te plakken en zo verder te gaan met de installatie. Zoals ik al zei, helemaal netjes heb ik hem niet kunnen plakken, maar goed. De oude batterij verwijderen is een fluitje van een cent. Hier kan je gewoon gemakkelijk dit ervan aftrekken. En dan neem je de nieuwe batterij en gaat de connector van de bandkabel op het moederbord van de GPS aansluiten. En dan is het super belangrijk om dit goed aan te drukken. Hiervoor kan je dit plastic toeltje dan weer gebruiken. Als je de nieuwe batterij in het toestel legt, zorg dat de kabeltjes er mooi onder lopen, dat deze niet in de weg zitten op het moment dat je straks het scherm er weer opzet. En dan is het weer een kwestie van het scherm monteren, de schroefjes vastdraaien. En dan moet je de connector van het scherm bevestigen en weer goed aandrukken. Het is niet gemakkelijk om dit in beeld te brengen, maar als je de vorige stappen allemaal hebt doorlopen, dan wijst dit zichzelf wel uit. Scherm dicht, die 6 schroefjes er weer in steken en aan draaien. En dan natuurlijk checken of alles werkt. Ik heb hem even opgestart en dan door verschillende menus gegaan om te zien dat alles op het touchscreen werkt. En dat blijkt ook het geval te zijn. Dus het beestje kan weer even mee. Hopelijk vonden jullie dit nuttig en vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Bedankt!